En we zijn begonnen. Voilà. Welkom right. bij Lockdown. Intro jiggle en zo. Voilà. Well, it's a voilà, ziezo. Welkom bij Lockdown. Ik ben Louis van Oosthuizen. En deze keer spreek ik met niemand minder dan... Ik moet zeggen of wat? Jan Matthijs. En Rafael Dalle. Ja, voilà. Alright. Ja, hallo. Welkom. Mijn eerste vraag is altijd, ja, een simpele vraag. Wat doen jullie tijdens de lockdown? Waarmee vullen jullie nu jullie tijd? Goh, ik vind het eigenlijk niet zo moeilijk. Het moeilijkste is, ik heb een zoon van 3 jaar om dien bezig te houden. Dat is, maar voor de rest zou ik even in lockdown kunnen zijn. Ik denk dat verveling eerder iets is dat in je hoofd zit. Dan, het zijn zoveel zaken dat je kunt doen, in feite. Ja, en wat ben je dan zo al aan het doen? Je bent ook fotograaf, denk ik? Ja, dat kan ik nu niet veel doen, natuurlijk. Ja. Nee, daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig. Maar op dit moment, s morgens een keer gaan lopen... boeken lezen, muziek spelen, van dat soort zaken. En dan, ja, een zoon van 3 jaar, dan moet je wel... morgens moet ik altijd een uurtje voor de paashaas spelen. Hallo, ik ben de paashaas! En dan is het een klein konijntje. En dan doen de goede mensen uit, zoals burgemeester. Ja. Het kindje kan model spelen voor fotografie of zo? Ja, maar het is 3 jaar, dus wel... het is zeer weinig focus. Het is nogal een ongeleid projectiel en moeilijk om... zo kijk je naar hier, dat is al heel erg moeilijk. Ja, het zijn meer action shots ook. Ja, maar ik ben zo geen action fotograaf, dus dat is ook niet... Nee, wat we wel doen is... hij maakt dan tekeningen en ik knip die uit en dan plak ik ze op karton. En dan kunnen we daar theatertjes mee maken. Daar zouden we een soort van Miro-achtige moderne kunstwerken mee kunnen maken. Daar zijn we aan bezig. Creatieve papa. Ja. Maar ja, het is vooral op zijn vibe dat ik aan het surfen mensen. Want zo'n schone ding like dat hij maakt, ik kan dat niet dan. Zo vaas met bloemen, snoep, van die dingen, ruimteraket. Daar geef ik soms aanwijzingen van minder fluorescent geel en een beetje meer zwart, dat het van een afstand kunt zien. En voor de rest knip ik het gewoon uit. Maar meestal zijn er dan zo van die scènes van, nee. En als middags heeft een vreselijke verbeelding. En als middags moeten we hebben gaan naar de Gembrugse Meers een uurtje gaan fietsen. En dan de uitkijkpost is de berglanding. En dan moet hij thuis soort van met stukken hout, maakt hij een mystieke sleutel. En dan moeten we met de sleutel naar de berglanding. En de berg verder is de bergglazuur. En dan staan er allemaal huisjes. En met die sleutel moet hij de huisjes open doen. En het zijn vrij out there mystieke verhaal. Ja, misschien de vraag dat ik toch eerder had moeten stellen. Is, voor de kijkers en zo, wie zijn jullie eigenlijk? Stel jezelf eens voor. Goh. Dat doe ik niet graag, hè. dat moet je niet doen, hè, mensen. Begin jij een keer. Maar ik ben Rafael Dalle. Ik ben 21 jaar oud. Momenteel nog steeds studenten aan de Vives Hogeschool. Blijkbaar studenten thuis momenteel. Ik studeer eventmanagement. Dat is ook een wat creatieve richting die zo creativiteit en organisatie ineen brengt. En een heel toffe richting eigenlijk. En natuurlijk door de lockdown en alles wat er nu gebeurt, zijn er geen evenementen te doen of te organiseren. Dus het is een beetje stil. En we hopen dat dat allemaal in orde komt. Want er zijn heel veel evenementen die moeten gecanceld worden. Of die moeten verzet worden naar september of zo bijvoorbeeld. Nu, ik ben ook motorrijdster. En dat is een van mijn grootste bezigheden. En dat kan ik niet doen, hè? Alsjeblieft? Dat mag je ook niet doen, hè? Ja, nee, voilà, dus dat is het probleem. En we dachten van, ja, iedereen mag gaan lopen, mag gaan fietsen. Ja, onze sport is motorrijden. Ah ja, nee, je mag thuis blijven.
Maar ja, ik begreep het ook wel. Want stel dat je bijvoorbeeld een accident veroorzaakt of zo op de weg, wat dat nogal snel kan gebeuren met de motto, dan kwam je ook nog in het ziekenhuis terecht, waarbij dat ze al hun handen vol hebben. Ze zien hoeveel je gedronken hebt natuurlijk. Hè? Nooit met een motto. Met een auto ook niet trouwens, maar ik krijg nog geen auto, dus ik kan daar niet van meespreken. En heb je veel accidenten gedaan met de motto? Enkel maar op mijn examen ben ik met de motto gevallen tijdens, tijdens de achtjes beoefenen. Maar voor de rest, ik ga hout vasthouden, nog niks meegemaakt. En zoiets trial thuis? Thuis met de motto? In tijden van lockdown en de tijd om een soort van parcours in je huis te doen, met op de trap naar beneden. Het is geen kleine motto, hè. Het is echt een groot, nee. Het is een Z800, het is ja, 230 kilo van in een trap. Ja. Nee, wat ik wel doe, is hem wassen, picobellen wassen. Hè. Ja. Dus die staan nu perfect. En ik denk dat ik die volgende week aan de druppellader ga zetten om te merken dat mijn batterij wel nog in orde blijft. Ah, wat is een druppellader? Dat is zo'n lader die zelf, ja, een slimme lader eigenlijk, je steekt dat aan je motto en die geeft je batterij beetje per beetje de nodige energie om te overleven. Okay. Want als je batterij bijvoorbeeld, ja, ik weet niet, 3 maanden of zo, afhankelijk van de batterij, gewoon zo laat, dan gaat die kapot. Ja, oké. Okay. Je hebt dat ook met een auto natuurlijk, maar ja, kijk, daar ken ik niet zoveel van. Maar jij hebt geen auto, hè? Nee, nog niet. Nog geen autorijbewijs ook niet. Ik heb 2 motorrijbewijzen gedaan, nog geen autorijbewijs. Ja, we zien dat later wel. Ik dacht, ah ja, tweede semester 2020 is gonna be my year. Niet dus. Ik word nog een beetje opgeschoven. En voor de rest, ja, in de lockdown heb ik nu eindelijk tijd om mijn eigen business op te richten. Mm-hmm. En dus ben daar heel veel mee bezig. En dat is eigenlijk dingen customiseren voor mensen. Dus bijvoorbeeld, ik ga naar cafés of winkels die hun vitrine willen laten decoreren. En dan maak ik dat zo op schaal, kijk of dat bij hen overeenkomt en zo. En dan doe ik zulke werkjes. Ook helmen beschilderen, jeansvestjes beschilderen, brievenbussen. Het is een beetje van alles. Het gaat een beetje alle kanten uit van denk customiseren en beschilderen. En je vraagt dat toch eerst als iemand zijn brievenbus beschildert? Ja, best. Maar meestal is het beter dan hoe dat ervoor was. Dus. Ah, oké, ja, dat is goed. Meestal ook. Ja. Jan, dus jij bent fotograaf, had ik al aangehaald. Ja. Ik maak bij tijden ook filmpjes en toestanden. Het gebeurt. Soms keer zaken presenteren of zo. Ik speel een beetje muziek. Ah, wat voor instrument speel je? Saxofoon. In een big band movement. Met de lockdown heb ik nu ook een nieuwe gitaar gekocht. Ik heb maar 1 saxofoon, maar ik heb gigantisch veel gitaren. Ja. Dat is mooi aan de muur of zo? Nee, voor op te spelen. Maar bij gitaren is iets anders dan saxofoon. Saxofoon zijn zo, komt u 1 goede, dure sax. En dan ga je nog een alte, maar dat is te moeilijk om over te schakelen. En dan gewoon 1 goede tenor sax. Weinig zin om daar nog andere instrumenten, voor mij, hè, om daar nog andere instrumenten te kopen. Maar gitaren, het klassieke gitaren, het folkgitaren, het elektrische gitaar, binnen-elektrische gitaren. En dan nog. Hoeveel gitaren heb je? Wow, het valt nog mee, hè? Een stuk op 6, 7. Ja. Dat is nog niet zoveel, hè? Maar ben niet echt gitarist ook, hè? en ik heb er een ukulele bij gehad. Oh. Ja. Ik ben gehad gewoon van, ik heb 6 gitaren, ik heb er 1 gereden. Nee, ik wil 1 gitaar kopen en ik kreeg met de lockdown in de winkel, was er een promotie. Ik koop de gitaar en krijg er een ukulele bij. Hey. Ja. Eerste. Dus hij dacht dan van, dan heb ik zeker nog een gitaar en dan heb ik een ukulele bij. Maar wat is dat? Ik speelde meestal op mijn klassieke gitaar en dat was mijn slechtste gitaar. Dus ik dacht van, gezien de omstandigheden. En als ik op mijn saxofoon speel, mijn zoon wordt daar zo nogal zot van. Papa, het is tijd om stil te spelen, zegt hij dan tegen mij. En dan, de gitaar kunnen ze nog wat soundtrack bij het leven doen. Ja. Zo wat dingen. Maar als dan een saxofoon doet, wordt iedereen in de huis zot. En dan, terwijl dat hij met de blokken aan het spelen is, kan ik nog wat gitaar spelen of het een of het ander, maar met saxofoon is dat heel moeilijk. Ja. Heb je buren? Vandaar.
Voor gitaar, dat horen ze niet, hè. Saxofoon, dat wil dan een keer. En mijn buurman is componist. Dus dat is dubbel vervelend voor hem. Die is dan muziek aan het schrijven, dan hoort hij zo... Iemand toen alles op het saxofoon spelen. Zo... Maar wel kunnen jullie zo samenspannen, met dan zo via het balkon of zo? Ja, wij maken zo de 21ste eeuwse klassieke muziek. En daar kan ik het niet meer mee spelen. Hè. Dus dat is gans een ander concept van muziek. Ja. Maar er zijn dat ook saxofoon... Nee, want saxofoon niet echt gebruikt in de 21ste eeuwse muziek. Nee, maar het is zo... Het is heel, heel moderne klassieke muziek. Hè. Ja. Vrij atonaal en out there. En het allemaal uitgeschreven en doorgecomponeerd. Dus yeah. Mijn zware partituren en mijn Hans orkest. Net niet voor instrumenten solo dat de ding speelt. Ik weet het niet. Hm. Ik weet niet of ik het zou kunnen lezen ook wat hij allemaal schrijft. Ja. Ja, dat is de notenverandering toch niet? Of? Gewoon nee, maar ja, het is een andere soort van muziek. Het is gewoon. Ja. Het is niet wat ik speel. Oké. Okay. En wat speel jij dan van muziek eigenlijk? Jazz, hè? Jazz, ja. Hey, op de gitaar een beetje van alles, maar de saxofoon vooral jazz. Ja. Ja. Hey, Wat wil jij iets zeggen? Of? Ja, ik zeg voor de mensen die wat artistiek bezig zijn met dingen en die niet echt weten wat te doen of een challenge nodig hebben voor in deze periode. Je kunt gerust online eigenlijk gaan zoeken achter bepaalde opdrachten die gedaan kunnen worden of wedstrijden. En wedstrijden zijn echt fantastisch, want je ziet of dat nu wel of niet bij je past. En dan heb je eigenlijk echt wel een goal of een challenge waar je naartoe kan streven in plaats van ik ga nu gewoon een keer een schildering maken of een schilderij of zo maken. Daar kun je echt zo kijken van, bijvoorbeeld de Bozar heeft een wedstrijd gedaan waarvan gisteren de deadline was. Mm-hmm. Voor wat kon je winnen? Wel meedoen aan een groepsexpo in de Bozar Museum in Brussel. En je moest 3 werken maken en foto's daarvan opsturen, per mail met een motivatiebrief van 200 woorden. En ik heb daar aan meegedaan, ik heb het doorgestuurd aan mijn broer heeft eraan meegedaan. Dus ik denk dat zo wedstrijden en opdrachten, dat echt wel iets is die... Allee, dat je kunt doen als je niet weet wat te doen, waar je eventueel wel een tof avontuur mee kan winnen. Je hebt andere dingen. Dat je brievenbussen beginnen beschilderen zet. Ja, ik weet niet of ik dat mocht doorsturen, maar ik heb dat gewoon aparte dingen gedaan. Gewoon een nieuwe reeks van 3. Wat heb ze eigenlijk hier liggen? Ah, natuurlijk. Okay. Het zijn al 3 doodskoppen. Het is zo met een holographic papier gedaan. Dus je ziet dat blinken afhankelijk van hoe dat ik het hou in de zon. Ja, ja, ja. Nice. De tweede ook. Mm-hmm. En de derde. Met meer goud en mandala. Ja. Een magieke. Dus voilà, als je niet weet wat te doen, je kunt er gerust opzoeken en meedoen aan een opdracht. Mm. En een brievenbus ook, Lee? Ja, nee. Brievenbus naar buiten. Maar je kunt dat allemaal zien op mijn Instagram, raffi.artsy. En daar zie je eigenlijk al mijn projecten dat ik gedaan heb. Het is een begin, maar ik vind het echt tof. Ik vind het echt fantastisch. Ja, en Raffi is dan met R-A-P-H-I. Ypsilon. Ypsilon. Mm. En Artsy dan ook met Ypsilon. Ja. Voilà. Met de punt ertussen. Ja. Raffi dus met Artsy. Ja. Raffi van Raphaël. Dus, ja, dat is... noem je gewoon Raffi. Ah, oké. Okay. Mm-hmm. Ja. Weet je wat ik deed dat mis? Zo deed het ding. Dus met Louis hebben wij samen met een groepje in Kortrijk... Ja, een evenement gedaan, het ding. En dat was ook met kunstworkshops, met expositie, met mensen die optreden. Voor echt een open ruimte te creëren voor mensen die een ding willen tonen. Dat was echt tof. Ja, dat was een beetje het vervolg op kunstbende ook. Kunstbende, dat is zo een paar jaar gelopen. Dat is dan gestopt. En dan in Kortrijk, vanuit Schouwburg van Kortrijk, hebben we dan het ding gestart. Ja.
En waarom doe je dat niet meer? En waarom doe je dat niet meer? Ja, ook omdat de lockdown, hè. Anders zijn we nog mee bezig, ja. Ja, maar we waren er toch nog mee bezig, dus dat was even stilgelegen. Maar... Ja, ik weet niet of dat nu wel of niet terug gaat opnemen, ja. Maar ja, er zijn ook veel personen die in de organisatie van dat evenement zijn gestopt met studeren in Kortrijk, of wonen niet meer in Kortrijk. Mm. Dat is een beetje ingewikkeld. Gaat er een nieuw team komen of niet? Gaan we de opportuniteit krijgen of niet? We zien wel. Maar het was dan zes om te doen. Ik vind dat er echt veel meer initiatieven moeten zijn voor jongeren. Enfin, niet alleen jongeren, eigenlijk gewoon iedereen over het algemeen. Voor hun ding te kunnen tonen zonder dat ze bijvoorbeeld aan de kunstschool hebben gezeten. Of echt meedoen in een galerij. Of hun muziek. Mensen die zo hun muziek thuis spelen en die zo ergens willen hebben om op te trainen, om hun kunst te tonen, dat ze dat gratis kunnen doen. Ja. Maar ik denk dat er zo heel veel verborgen talent is, weet je wel? Dat dat niet echt uiting kan komen, omdat mensen niet weten hoe of waar dat ze terecht kunnen. Goh, denk van overal in de wereld dat België daar al een zeer goede plaats voor is. Hè? Dat heel veel volk aan het bricoleren is. En ook zeker met zo dat alles online kunt zetten. Ik denk dat er zijn toch veel fora om dingen te doen en te tonen. Ja, online wel, maar ik bedoel echt zo evenementen waarbij mensen dan naartoe kunnen gaan. Nu, ja, ik heb ook mijn Instagram, ik heb mijn website die bijna afkomt, die bijna af is, van de week gaat die af zijn. Ja. Ik ben ook begonnen met filmpjes op TikTok. Nee, ik dans niet op TikTok. Ja. Filmpjes van hoe dat mijn kunstwerk maak. En ik probeer daarmee ook wat mensen te inspireren en zo. Maar in het echt zo evenementen voor naartoe te gaan van, ah ja, ik kan mijn werk daar wel zetten of zo. Dat is like een beetje aan het wegvallen. Maar ja. Met dat er zo weinig subsidies over zijn voor de kunst, is dat een beetje moeilijk, hè. Ja, dat is waar, ja. Maar nu ook, hoe lang... Wat was mijn vraag? Ik had een bijgoeie vraag in mijn hoofd, maar ik heb hem kwijt. Ik ben te reconstrueren wat de vraag terug was. Maar... Ik ga er wel zeker niet opkomen. Nee, dus ga een andere vraag stellen. Zeg, Jan. Ja? Jij bent dus van hoofdberoep fotograaf, denk ik? Oh. Ja, doe ik het ene, keer het andere. Ja. Heb je een website of ergens waar je werk Studio, online zit? Studio Edelweiss. Oké. Okay. Ah, zoals de bloem. Ja. Ja. Maar hoe ben je daar dan eigenlijk mee begonnen? Ook als... Naar school geweest, hè? Nee, dat is eigenlijk al 20 jaar geleden of zo. Samen met een vriend van mij, Mich, naar de academie geweest. We deden al twee andere dingen. Hij was... had filosofie gestudeerd, ik werkte bij mijn ouders in de restaurant vroeg, maar was dan niet zo tevreden. Mm-hmm. En dan eigenlijk fotografie beginnen studeren. En dan ben ik direct, het is niet gemakkelijk, eerste jaar voor de krant gewerkt. Maar dan vrij onze eigen stijl en onze eigen ding. En wat we nu doen zijn vooral sceneringen. Eigenlijk zo hele complexe beelden met vrij veel lampen en toestanden. En sinds kort is mijn vrouw ook bij ons komen werken. Ja. Ja, ja, zij die vooral meer zo social marketeering en toestanden. Maar ik ben vroeger altijd zo heel slecht met internet en zo nooit geen foto's op het internet zetten of het een of het ander. En dan... Maar nu ja, met zij die daar zo achter zit, is natuurlijk veel beter. Ja, ja. Dus ja, dat Skype gegeven nu, dat was ook niet echt evident voor jou. Nee, maar ik vind ook zo, ik ben er allemaal niet tegen, maar op den duur, ja, ik vind e-mail, telefoneren, vind ik dat eigenlijk al genoeg. Allee, of af en toe een keer berichtjes sturen, maar wat moet op Messenger, WhatsApp, Skype. Allee, het is een beetje een Facebook, het is wel een overaanbod van... voor mij is het ook gewoon een tijdelijke oplossing in de lockdown. Hè. Normaal zijn verplaatsen ik mee naar de gast, maar nu kan ik me moeilijk verplaatsen naar de gast natuurlijk. Dus, nee, ik ben er allemaal niet tegen, maar het is zo... Als ik die podcast via Skype moet doen, dat wordt toch even gezegd. Het is gewoon een inflatie aan communicatiemiddelen, wat dat lijkt altijd, moet altijd met alles
Ik heb zoiets van... zo een paar dingen, dat is genoeg. Bijvoorbeeld zo Facebook. Ja, ja, ja. Meestal, als mensen mij berichten sturen, ik zet dat af op mijn telefoon, kijk daar ook niet naar. Ik vind zo, zeker in professionele context of zo, vind ik dat ook raar. Maar ja, neem aan dat ik daar meer rekening mee zou moeten houden, maar ik heb er like, allemaal niet zoveel hoesting in. Maar ja, ik is gewoon niet. Maar anders moet je ook altijd bereikbaar zijn, hè? En dan heb je ook zelf geen rust meer voor jezelf. Is dat ook een van de redenen? Maar ja, dat is het. Hè. En het moet niet alleen bereikbaar zijn via je telefoon en via dit, maar via al die verschillende vormen van media. Ik vind dat er een beetje over. Allee, op een duur zijn we daar ook mee bezig. En zo, vaak wordt er zo'n soort van... het is wel tof met zo'n dingen dat je kunt exprimeren, dat er zaken uit je persoonlijke sfeer op kunt zetten, maar op den duur wordt ook bijna exhibitionistisch gegeven, hè? Nee, hij wordt zo, ik in het begin zo van, ja, ik kom in Gent toe met de wagen, zo. What the fuck, who cares? Ik heb net lekker gegeten. En dan wat foto's van je eten maken. En zoiets als je dat wilt doen. Allee, ik neem aan dat er hobbyisten zijn die dat wat heetig vinden om te doen. Maar daar heb ik geen substantieel deel van mijn leven in investeren. Interessantere zaken zijn om te doen. Maar iedereen doet daar zijn hoesting mee, maar ben zo'n beetje verachtig om daar te veel aan te participeren. Like ook nu met lockdown, al die conventies en vrienden die bijeenkomen op het internet, waar ik hier allemaal vierkant met de zak op blijven. ik heb zoiets van... het is nu gewoon een beetje anders, maar ik heb daar zo geen... niet direct nood aan allemaal. Ja, maar het wel zelf... Voor je werk ook nog via Skype dingen moeten doen, of... Heel soms een keer. Ja. Ja, weinig. Meestal belden. Maar ja, nee, Skype is een goede manier, hè. Het kost geen geld. En ik ben er allemaal zeker niet tegen, hè. Maar het is zo... Maar allemaal geen verplichting worden. Ja, een beetje saturatie van alles. Ja, het is dat. De wat? Zo twee of drie kanalen. Je hebt er genoeg van, het is te veel. Het is natuurlijk een vrije markt en iedereen is tegen elkaar bezig. Maar het zou tof zijn, moest kunnen zeggen, die drie dingen, dat is het zo wat. En daar houden we ons aan. Ja, dat is waar. Maar ja, zo zit de wereld niet in elkaar natuurlijk. Heb je online lessen, Louis? Ik heb online lessen, ja, maar ik heb zo lessen van leerkrachten die vaak gewoon hetzelfde is als een PowerPoint als staat. Dus dat niet echt een meegewerkte is. Allee, het was wel meegewerkte dat de lessen nog waren heeft dat je nog kon gaan zitten, omdat je dan ook je vragen kon stellen. Maar nu zo via online les kan je ook niet meer echt je vragen stellen. Dus nu is het echt gewoon iemand, eigenlijk het voorlezen van een PowerPoint eigenlijk zitten bekijken. Dus ja... Het is niet echt een meegewaarde, heb ik gezegd. Ik bedoel, omdat het gewoon de PowerPoint is, maar dan voorgelezen. En wat studeer je? Ik studeer journalistiek. Oké. Ja. Tweede jaar in Achtervelde, in Gent. Ja. Dan heb je soms dingen in je online lessen die gebeuren, dat je zegt van... Ah ja, dat zou niet gebeuren in een normale les? Ja, dat verbinding soms echt wel het gevoel van de leerkracht. Dan denk van, wat gebeurt er? Of ook dat ze gewoon zo'n geluid zo wegvalt. Dat is dus wel meer technisch probleem. Ja, dat is wel waar. Doen jullie dat via Teams? Ja, over het algemeen vind ik dat wel nog een goed platform om te kunnen communiceren met de hele klas. Maar ja, je zit dan wel plotseling in het privéleven van de mensen. Dat is wel heel speciaal. En vooral van je leerkracht, want je hebt zo een zekere afstand met je docent. En nu plotseling is die afstand veel minder. En bijvoorbeeld die kinderen die plotseling binnenstormen, zo, nee, naar buiten, ik ben aan het werk. Ja, het zou wel kunnen dat zo'n dingen de norm worden later. Hè? Als je zo internationalisering van alles, en als dat misschien is dit juist het moment waarop dat iedereen merkt van, tja, we kunnen het ook zo doen, en dat er eigenlijk veel meer online... lesgegeven gaat worden, ook ecologisch gezien is het ook beter om thuis te blijven, verder internationalisering, beter, als je zegt, ik zou graag bij iemand in een ander land les willen volgen of zo, dan kan dit op deze manier wel,
Hey, misschien is dat gevaarlijk en misschien is het wel iets dat ons dat opportuniteiten geeft, maar dat ook wel ons leven wezenlijk kan veranderen. Hè? Ja. Ja, dat is wel waar. We merken dat ook in de evenementensector, dat de online evenementen ook echt wel beginnen te groeien. Normaal zijn dat congressen en zo die gegeven worden. Bijvoorbeeld een congres die ze in Brussel geven, waarbij dat er meerdere zakenmannen van verschillende nationaliteiten afkomen. Die komen af met vliegtuig, dus voor een vliegtuigmaatschappij is dat business. Ze moeten nergens logeren, voor hotels is dat business. En alles wat hij voorziet dan voor je evenement zelf, je zaal, je catering en zo. Dat valt allemaal. Drugs, prostitutie. Ja. Dus ja, dat valt allemaal weg. Ja. Dus ja, het is een aparte business. Allee, maar misschien dat bedrijven ook zoiets hebben van, zo kan het ook, mensen doen het, iedereen komt er naartoe, we moeten al die kosten niet betalen, iedereen blijft thuis, en plannen. Ja, dat is wel waar. Ik vraag me wel af zo, of dat de mens bereid is om te betalen voor online evenementen. Met dat online meestal alles gratis is, meestal, nee. Of dat mensen nu wel of niet bereid zouden zijn om dan iets exclusief te zien online of kunnen meedoen aan een evenement online en dat ze daarvoor moeten betalen. Ja, misschien ook via reclame of product placement of het een of het ander. Mm-hmm. Ja, maar heb je juist... Gaat doen betalen. Lijkt dat de meeste dingen op het internet ook gratis zijn, maar dat je gewoon een snoep reclame op je dak krijgt. Ja, de krant heb je wel toch al vaak de betaalmuur ook. Ja, dat is waar. Dat je pas kunt lezen. Als je een betaald of als je een moment hebt. Ja. En doe dat dan ook? Want ik zoek bijvoorbeeld gewoon een andere bron. Ja, ik heb ook via Achterveld de GoPress Academics. En dat is eigenlijk een site dat je gewoon de artikels kunt lezen van 2 dagen geleden. Dus meestal als ik echt dan wacht ik gewoon 2 dagen dat ik op GoPress kan lezen. Maar ja, ik begrijp ook wel, ze moet natuurlijk ook wel voor een journalistiek en zo ook verloond worden. Hè? Want ze zetten dan online. De journalisten zijn ook wel mee bezig dat ze een job heeft. Dus dat is ook wel belangrijk dat die ervoor betaald wordt. Dat ook wel. Dus, functie van betaalmuur begrijp ik ook wel dat nodig is. Ja, natuurlijk. Als je daar de commercie over laat, dan gaan er heel weinig kwaliteitskranten over schieten. Mm-hmm. Het allemaal op sensatie en sport en toestanden zijn. Of in Amerika zijn we daar al bijna. Yeah. Vaak kan je met die Breitbart en Fox News en toestanden zitten. Ik gebruik voor de podcast heb ik ook een Patreon-account. Patreon is ook zo eigenlijk een site dat je eigenlijk extra content op kan zetten. Dus dat er nu 10 uur extra content op of zo. En, je luisteraars die dan denken van, ik wil wel ook bijdragen tot die podcast. Het haalt dat daarin komt. Dus dat is maar 1 euro in de maand. En besteed ik dan ook terug in de podcast. Dus in betere apparatuur, betere dingen en zo. Dat wel. Dus Je kan je een soort van donatie voor je podcast. Ja, en dan komt daar ook elke maand minstens 1 uur extra content op. Omdat... de meesten doen dat wel, dat ze ook iets terugzetten in de plaats. Dus dat gaat wel... Dat is een klein bedrag, dus 1 euro. Ik heb dat op 1 euro ingesteld. En dan zet ik daar elke maand 1 uur extra content op. En wat zijn uw favoriete podcasts? Wat ik veel luister, is Welcome to the AA van Alex Agnew. Dat is zo een lange gesprek is met telkens een andere gast. Wat vind ik ook nog goed? We zien wel... Ja, dat is een podcast van Gilles van Seulenberg en Dimitri de Brukker. Maar die vertellen dingen. En als we bijvoorbeeld vertellen over een autocrash, dan zetten ze daar achteraf zo het geluid van een autocrash erachter. Dus een beetje hoogspelachtige audio. Ja, dat vind ik ook wel nog nice. En dat ze mij zo denken aan zo van die boeken die mijn ouders vroeger hadden met zo'n cd'tje. En dan lassen ze je boek voor, maar ook met geluidjes erbij. Ja, een beetje zo-achtig. Ja. Nee, dat komt dan met audio, en nu zijn we met beeld aan het opnemen, maar met audio kun je toch ook gelijk zo gewoon een geluid om te zetten, zo hele dingen bewegen, dat er eigenlijk het echt niet zo is, maar als ze gewoon het geluid van de zee gewoon zo zetten, dan denkt iedereen van, zit aan de zee en zo, hè. Dus, vet. Ja, dat is wel de vrijheid die je met audio hebt, natuurlijk.
Ik ben een groot fan van de podcast van Clara. Weet je, de Bourgondiërs of Napoleon? Ah ja, de Bourgondiërs, ja. En dat heb ik meerdere. Ja, heb ik half beluisterd. Ja. Ik heb het begin wel beluisterd. Ik heb ook, wisten jullie een podcast? Wat? Via welk platform? Ik gebruik een Google Podcast. Dat is een app van Google. Ja. Ik zet mijn podcast wel online via SoundCloud. Dus, ja. Maar ik wil enkel mijn eigen ding gewoon erop te zetten. En dan wordt dat verspreid op elke andere podcast-app. Dat is zo een van die functies dat je heeft. Zodat je dat zelf niet op elke podcast-app apart moet zetten. Ja, ja. Nee, dat is wel handig. Mm-hmm. Ik ken daar vrij weinig van, dus dat is wel tof om zo'n ding bij te leren, mee. Mm-hmm. Met Castbox of gewoon Spotify kun je ook alles vinden. Ja, ja, Spotify staat nu ook al sinds een jaartje bezig, dat op Spotify ook podcasts te beluisteren zijn. Amai, je bent mee aan bijschool. Mm-hmm. Ja, maar via Spotify heb je ook gelijk zo van die, als je daar dingen op zet, statistieken zo van, en naar wat luisteren de mensen, dan luisteren naar jouw podcast van muziek. Nee. Ik had al langs ook even gekeken en ik weet dat een van de dingen tussen stond, dat ik mijn herinnering was aan Brie Hang. Dus blijkbaar de luisteraars van deze podcast luisteren ook naar Brie Hang. Ja. En wat ik ook nog op wil was, dat er toch 20% vrouwen zijn die luisteren naar de podcast. Ja. Okay. En ik dacht dat er niet zoveel vrouwen luisterden. Omdat elke opmerking dat ik krijg van dat ik goed bezig ben, komt van een man. Dus dan denk ik van, vrouwen zijn die echt aan het luisteren. Maar dat toch blijkbaar wel. Wel, hé, je bent goed bezig. Vrouw nummer 1. We zijn hier al met 33,3% vrouwen. Ja. Dat klopt. Waar? Hier in dit gesprek. Ah, wauw. Oh. Dat is toch dat wij, je was dan aan het kijken van, oeh, waar ben Jan? Ik zo, what, did I miss something op de wereld? Nee, dat ga je niet. Nee, oef. Dat is oké. Het zou redelijk weinig zijn om op de wereld te drukken. Ja, wel, ik dacht dat ook zo van, ja, ik weet niet, lijkt het omgekeerd zo meer logisch zijn, maar oké. Allee, je weet niet, na corona misschien wisselt dat volledig, ik weet het niet. Ja, dat het vooral vrouwen treft, dat. Ja. Ja, nee. Het zijn vooral mannen. Ja? Ja, ik denk een beetje meer man. Ja. Typisch. Zeg, Louis, vraag je, via waar kan ik zo die donatieabonnement doen? Patreon. Dat is www.patreon, dus P-A-T-R-E-O-N. Ah ja, dat die comics gebruiken. .com, ja. En mijn Patreon-kanaal is dan nog / kapotkast erachter, omdat dan mijn vorige productie heette kapotkast. Dat staat onder die naam. K-A-P-O-T-K-A-S-T. Ja. Ja, maar dan heeft Nikea uw proces gedaan, hè? Nee. Ja. Ah ja, inderdaad, nu zie ik het. Ja, 1 euro per maand, oké. Vet. Alright. Ik weet al wat ik ga doen vanmiddag. Jan? Ja? Zou ik ook gisteren heb gevraagd tegen Jonas Hegraert, want Jonas Hegraert was gisteren te gast. Mm. Wat is je favoriete Oost-Vlaamse woord? Dat is moeilijk, hè? En wat was zijn favoriete Oost-Vlaamse woord? Totentrekker. Ik weet niet wat dat Oost-Vlaams is, hè? Totentrekker, ja, misschien. Een schobbejak. Een schobbejak? Een schobbejak. Wat is een schobbejak? Ik weet niet wat dat Oost-Vlaams is. Het is ook, ook een bandiet. Een bandiet. Een schobbejak. Een nieuwert. Dat is ook een goed woord, hè? Dat is een Hanswoord. Een nieuwert. Een nieuwert. Ja. Ja. Ik denk dat we daar vooral weer goede woorden in zitten. En de zachtere beledigingen. Best een nieuwert. Oké. En Rafa van de show. Ja?
Het is echt zo'n vraag dat je kunt vragen aan Veerle. Aan Veerle? Veerle. Veerle, ja. Ja. Want Veerle schrijft enorm veel en ze heeft ook zo echt haar favoriet woord, haar favoriet letter. Ja, just. Alles in die app. Onlangs is het op Instagram geplaatst, wat is het favoriete letter? Ja, ik denk dat het een Griekse letter was of zo. Ja, ik weet niet meer welke. Ik heb daar echt nooit bij stilstaan dat mensen een favoriet letter of favoriet woord zou hebben. Like, meestal favoriete kleur, ja. Favoriet merk, ja, misschien. Maar favoriet woord, favoriet... Ja, dus ik vind het speciaal. Nee. Ja, dus jij hebt niet echt een favoriet woord. Nee, niet speciaal. Ja. Ik denk dat je daar echt zo super lang bij moet stilstaan. Hoe dat woorden klinkt of zo. Of dat je zelf zo wat moet poëzie doen of schrijven of zo. Tegen dat je zoiets tegenkomt. En ook, je moet niet kiezen. Hè? Waarom zou je nu favoriet woord moeten nemen? Heeft toch geen enkele zin? Waarom zou je een soort van ranglijst van woorden moeten maken? Ik heb wel woorden dat ik helemaal niet leuk vind. Bijvoorbeeld de constructie van een substantief waar een voltooid-teel woord aangekoppeld wordt. Bijvoorbeeld ijsgekoeld. Ja. Wat? Ijsgekoeld. Ja. Van die dingen. Ah, verschrikkelijk. Handgemaakt. Een handgemaakt... Ah. Nee, zo een dagelijks handgemaakte ijsroom of zoiets. Oh. Ja, wel vreselijk lelijk geworden. Denk die eigenlijk niet zouden mogen gebruikt worden. Net het, vind wel dat een soort van taalpolitie zou moeten staan. Bij harde straffen. Maar je hebt al van die taalpuristen. Ze selecteren wel alles van Engelse woorden en zo eruit, dus dat is al iets. Dat vind ik nu, dat heeft niet. Maar goed, de taal is een levend gegeven, iets dat altijd evolueert. Dus ja, een soort van purisme is altijd een beetje fundamentalisme. Is het teruggaan naar iets dat eigenlijk al weg is. En dat vind ik nu ook niet nodig. Maar sommige dingen zijn gewoon mottig. En daar ben ik gewoon niet voor. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook zo case subjectief, hè? Ja. Dat is waar, maar... Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat ik geen gelijk heb, natuurlijk. Hè. Ja. Dit is dagelijks handgemaakte ijsroom. Ja, burk. Het is ook roomijs, het is niet ijsroom. Sommige mensen maken er ijsroom, maar dat klopt niet, hè. En dat is ook ijsroom, of voor wat voor vuil woord is dat? Ja, het zo, sommige... En vaak zijn het juist de puristen die met zo van die boel afkomen. Ja. Maar ik vind het wel een goede titel voor deze aflevering. Dus ik heb een titel. Ja, ik heb telkens een titel nodig voor de aflevering. Maar ik had het dagelijkse handgemaakte ijsroom. Omdat het zo dadelijk overdreven titel is. Iedereen, wat? En monteert je ding nog, of laat het gewoon lekker dat het is? Nee, ik ga voor, hoe noem je dat? Voor eerlijkheid en echtheid. Eerlijkheid, ja, oké. Okay. Dus ik zet het online zoals het is opgenomen. Ja, oké. Okay. Ja, dat is authentiek. Oké. Okay. En minder werk ook natuurlijk. Wat? En minder werk ook natuurlijk, hè? Ja, ook. Ja, kijk, het mag ook wel een keer, hè, dat je ook keer iets kan, een beetje kan uitrusten tijdens de paasvakantie. Dus mm-hmm. Ja, maar ook gewoon omdat ik weet totaal niet hoe ik moet monteren met Premiere Pro. Allee, ik weet dat hoe ik moet monteren met Premiere Pro. Ik weet niet hoe ik dan datzelfde bestandsformaat terug online moet zetten in dat bestandsformaat. Ik heb dat 1 keer gedaan, 2 weken geleden. En als de ene aflevering, dan zo ik er een vierkantje zetten, dat is dan in de rechthoek op YouTube. Het is luid en onkunde. Dus... Vermomd als eerlijkheid. Ja, waarom niet? Ja. Hij is er wel eerlijk over, dat is wel goed natuurlijk. Ja, altijd die eerlijke authenticiteit. Dat is... Ja, kijk, ja, tegen dat je gevonden hebt hoe dat softwares werken en zo, of hoe dat programma's en zo werken. Ja, dan vraag ik eerst, dat is een maat van mij. Die dat dus wel kan, want hoe moet ik dat doen? Je hebt mij dan uitgelegd hoe dat ik moest doen. Ik doe dat op de manier dat hij mij dat uitlegt. En toch was het niet gelukt. Ja, dus, wat ja.
Ja, maar dat is echt zo, ja, soms een super domme fout, iets dat aangeklikt is, die niet moet aangeklikt zijn, of in de settings of zo, en je weet dat niet, en als je daar zo niet mee overweg kan, ja. Of ze legt u expres verkeerd uit, dat kan ook, ze. Kijk ze van die gast, nou ja, kijk, het u goed uitgelegd, en toch kunt het nog niet. Ja. Heb je dat al meegemaakt, ja, als ik uit eigen ervaring? Stant, jij ook? Jij ook? Vertrouw je die persoon wel? Ja. Ten onrechte. Vroeger wel, nu niet meer. Ja, het zo die, ja. Dus, ja, dat is kort. Vroeger wel, nu niet meer. Dat is zo, ja. En anders, ja, dan in een vierkantje, je kunt nog op Instagram posten. Ja, een video van een half uur op Instagram. Ja, dat is... Nee, ik denk niet dat dat bestaat. Ik denk dat het maximum 5-6 minuten is of zoiets. Mm-hmm. Ja, ik ben ook nog niet volledig mee in alles, maar... Maar wel in TikTok, blijkbaar, zei je dat juist. Dat was maar 12 seconden zeker? Soms een... Als ik goed begrepen heb, is het meestal 15 seconden, soms 30 seconden. En heel soms een minuut of zo, als ik dat goed begrepen heb. Maar het is vrij makkelijk om te gebruiken als je verstaat hoe dat werkt. Lijkt wel eens, hé. Maar ja, je hebt een paar seconden gefilmd van bijvoorbeeld jij die aan het schilderen bent, een paar seconden dat je iets aan het plakken bent, en dan zo het eindresultaat bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je steekt dat daarin. En dat matcht direct met de muziek. Dus af en toe is dat tof. Van, dat gaat mee met de muziek. Het is echt tof, visueel en zo. En 15 seconden, ja, dat is niet lang. Dus dat neemt geen een dag van een persoon af. En dan soms heb je ook zo van die momenten waarbij dat met dat matcht op de muziek, dat je zo'n bepaald stuk dat je echt wil toon, dat heel kort is. Je zegt van, maar dat andere stuk is langer, maar dat moet niet. En je kunt dat dan zelf niet volledig aanpassen. Ja. Dus, het is nog een beetje zoeken hoe dat allemaal in elkaar zit. En hoe dat je daarmee kan werken en toffe dingen mee kan maken. Maar er zijn echt wel mensen die daar heel toffe dingen mee maken. Die heel entertaining zijn en zo. Je hebt heel veel dans en heel veel humor op TikTok. Nu, al de dans skip ik, want het zijn allemaal dezelfde dansjes. En gewoon mensen die nog nooit gedanst hebben in hun leven, die plotseling denken dat ze professionele danser zijn, omdat ze op TikTok staan. En voor de rest, humoristische personen. Ja, maar het kan tof worden. Kan tof maar worden. Ik denk dat TikTok ook bijna weer al gaat dalen. Omdat ik volg de wet van Lucas Lely. Ja, dat is wat ik zelf bedacht. En dat komt eigenlijk op neer. Als Lucas Lely op een medium zit, is dat medium al aan het sterven. Dat is... Ik wist niet dat Lely al meer dan een jaar bestond. Ik heb vorig jaar nog een leiding gegeven in Bazaar. Dat is een kunstjeugdbeweging. En de band heeft het gestolen van de kunstjeugdbeweging trouwens. Dat is waar. Dat is een ander verhaal. Maar wat ik ging zeggen was... Maar toen waren die kinderen ook al mee bezig. Dus dat bestaat al... jagen. Het komt nog van Musical.ly ook. Dus dat is vooral bij kinderen dat populair was, en nu ben ik ook bij volwassenen. Ja, maar ik vind dat wel een beetje gevaarlijk voor kinderen, eerlijk gezegd. Er zijn daar ook dingen op waarbij dat ik zeg van, ik vind dat niet normaal dat erop blijft staan, en dat kinderen dat kunnen zien. Weet je wel? Bijvoorbeeld meisjes die daar regelrecht in de bikini staan dansen, dat ik zoiets heb van... zijn kinderen, weet je wel? Mm-hmm. Ja. Of die zo'n beetje te uitdagend gekleed zijn, die kinderen pakken daar dan voorbeeld aan. En persoonlijk, zulke kinderen zou ik dat niet echt toestaan. Wat zegt Jan daarvan, de man met kind? Goh ja, zo de vele dingen die voor kinderen zijn, kinderchampagne is dat wel nog, maar bijvoorbeeld kinderporno. Ook, het is dan moeilijk om aan te raken, en heb dat dan. En de feestje legt dat op en ze zien dat niet graag. Hè. Ze hebben eigenlijk zo, oh nee, papa, zet dat af. Ze weet je niet dat papa daarvoor betaald heeft, zeker. En dan ze moeten het uitkijken, maar tegen een goesting. Dus doe dat nooit meer. Ook ongepast een beetje, eigenlijk zelfs. Ja. Ja.
Nee, maar juist dat verhaal dat ik dacht van Bazaar. Dat is echt waar trouwens. Bazaar heette vroeger Handshake. Ja. De vroege naam van de band Bazaar was Handshake. Uh-huh. En die moesten dan optreden naast het gebouw van Bazaar. En die hebben dan waarschijnlijk die naam zien staan. En die hebben dan die naam plots overgenomen. Een maand later heette die dan Bazaar. En die heette Handshake. Dus. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, want nu als ik zeg het bij leerlingen in Bazaar, denken mensen van, ah, huh, wat, bij die band? Terwijl, het is juist omgekeerd. Huh? Ja. Dat is, weet je wat de dag? Maar ik heb ook gezien dat die frontman van Bazaar, allee, van de band dan wel, elke dag een andere krok maakt. Ja. Huh? Dus die heeft ook zo'n krok met choco gemaakt, bijvoorbeeld. En zo. Ja. Oké. Okay. Als ze niet bezighouding, zeker. Ja, alleen zijn zoiets... mensen daar naar kijken, dat is goed. Ja, maar ja, dat zijn ook zo'n filmpjes van, ja, van wat is het, 15 seconden. Dat je iemand ziet een krok maken. Dat is een andere krok. Ja. Heb je ze al uitgeprobeerd? Of kijk je er gewoon naar? Ik heb twee filmpjes gezien. Maar ik was zo half naar het programma aan het kijken, zo op VTM. En in het programma in de ochtend, dat ze ja, eigenlijk bellen naar mensen, dat ze dan ook zo blijven in hun kop, heet dat programma. Naar analogie van de uitspraak van Magie de Blok. En ze bellen eigenlijk naar mensen dat ding doen. Maar ze bellen ook zo naar mensen in Vlamingen die wonen in andere landen. Om te kijken hoe dat daar de lockdown is. Dus eigenlijk echt ja, zo'n programma dan dat ze bellen naar zoveel mensen. En toen hadden ze ook gebeld naar Mathieu Terrein, die frontman, om te zeggen, ah ja, hij is bezig met crocs te maken elke dag. Ja. Dus het is een interview met Mark van Ranst, en een interview met iemand in een ander land, ik zie dan plots Mathieu Terrein ertussen staan. Dus dat is, ja, dat is zo'n programma, dat van alles door elkaar is. Ja. Maar ja, kijk, ja, mensen die echt wel in het buitenland willen zijn, in plaats van thuis in de quarantaine te doen, ik versta er ook wel. Mijn Peter bijvoorbeeld zit momenteel in Zwitserland, bij zijn vriendin. En ja, ik kon niet terugkeren, maar ik vond dat ook niet erg. Ja. Je zit daar mooi tussen de bergen, met zijn balkon, mooi weer. Mm-hmm. Ja, ik ken ook iemand die zo professor sociologie en filosofie is in de Federale Universiteit van Rio de Janeiro. Ja. Maar ja, die zei ook dat echt, omdat... Ja, als een tekst gestuurd, dat de volgende dag in een Franse krant werd gepubliceerd. Ik heb die tekst dan gelezen, dat ging zo'n beetje over die lockdown en zo. Maar ik heb wel een nieuw woord geleerd. Ja, democratuur. Ja. Ik zie jullie kijken, jullie totaal niet weten wat dat woord wil zijn. Ah, democratuur is eigenlijk dat je een democratie met dictatuurneigingen. Ja. Dus dat je zegt van, ah ja, heb persvrijheid, heb zulke vrijheid. Maar als je iets doet dat niet strookt met idealen van de leider, dan word je afgestraft. Dus dat is een democratuur. Oké. Ja. Ik vind het nog altijd speciaal, zo, wat er hier gebeurt. Ja, ik woon aan de kust, by the way, dus heel veel mensen houden van het strand te gaan, of te gaan wandelen en zo. Heel veel mensen hebben ook een tweede verblijf aan de kust. En ook al betalen ze tax. Aan de gemeente voor hier in haar tweede verblijf te hebben. Ook al betalen zij voor hun tweede verblijf te hebben, mogen ze er niet uit. En ziet dat ze hier wel geraakt zijn. Yeah. Er is een soort van heksenjacht bijna, met een kliklijn op WhatsApp van de politie en zo. Dat als je weet dat er daar tweede verblijvers zijn, dan moet je dat klikken en dan gaan ze eruit al. Dat begint echt serieus een beetje Wereldoorlog 2 te worden ofzo. Ja. Die hebben we gehad, hè? Wereldoorlog 2. Ja, kijk, 3 dan. Ja. Dus 3 is zonder Duitsers. Ja, inderdaad. Zonder Duitsers. Er zijn de kustmensen die het hebben. Ja, een Wereldoorlog zonder Duitsers is toch hetzelfde, die vind ik. Ja, ze zijn thuis, ja. Ja, dat is ja, dat is een thuismatch. Ja. Mm-hmm. Nee, maar over de oorlog gesproken, trouwens, dat ik me eraan denken. Ik had ook een paar dagen geleden gesproken met Amogi, die woont bij zijn roodouders. En die zei dus dat die roodouders echt zo superveel pasta hadden gehamsterd. Gewoon van het idee van,
Omdat voor hen is dat niet de eerste keer dat ze zoiets meemaken. Snap je? Dat zijn zo de enige generatie die echt nog weet van, ah ja, er was een oorlog en toen hebben we een beetje gelijk aardig dat we moesten thuisblijven. Maar natuurlijk was dat nog op grotere schaal. Dus toen dacht ja. Ja, dus die roters denken van ja, we moeten pasta hamsteren en al. Dus die eet nu elke dag pasta, omdat ja, ze kast het gewoon vol met pasta. Ja, maar dat wat hier gebeurt nu, is dat... Nee, dat is echt waar. Bij heel veel bejaarden dat ze hun waardevolle zaken in onder poep steken. Omdat dat... Nee, tijdens de oorlog was dat zo. Als je gedeporteerd werd, je werd gefouilleerd. Alles wat erbij had, moest dat afgeven. Maar hetgeen dat je in je lichaamsholtes kon steken, dat kon je bijhouden. Dus je hebt veel mensen die waardepapieren of geld gewoon in onder hout steken. Dat is waar, ze. Denk... Ik dacht dat er uit onderzoek gebleken was dat tussen de 9 en de 15% van de 85-jarigen en ouder met stukken goud of juwelen of zo in hun... Ja. Allee, dat moet toch ook niet gemakkelijk zitten? Nee, dat zal wel niet. Nee, het zijn er al aan gestorven ook, hè. Dat dingen, ja, met bloedvergiftiging en zo. Mm. Nee, met zware metalen die te lang in zitten en dat laat dingen los. En dan, mensen die eraan gestorven zijn. Maar ja, dat proberen ze het nieuws te houden natuurlijk. Hè. Maar met mensen uit de zorgsector en in woon- en verzorgingstehuizen worden daar effectief mee geconfronteerd. Ja. En dat is allemaal die oorlog, hè. Ja. Die verhaal van iemand die een waardevol ding, gelijk een natuurwerkje of zo, in Oldergat, in Auschwitz voor een paar jaar, dat zijn geen verzinsels, dat zijn geen grapjes, dat zijn zaken die echt gebeurd zijn. Ja, hoe zat? Ja. Ik zou het niet doen. Ik zou het niet doen. Ja, mensen die dat wel of niet gewend zijn, nee. Anne? Ja, mensen die dat gewend zijn, hè. Ik weet het niet. Wil je ons iets vertellen? Nee. Oh, iedereen zijn ding, hè. Bedoel ik. Dan kun je daar niet op veroordelen, hè. Wat is het eerste wat jullie gaan doen na de lockdown? Het eerste wat ik ga doen na de lockdown? Werken, denk ik, hè. Ja, maar ja. Ik weet het niet. Waarschijnlijk naar buiten gaan en denken, ah ja. Goh ja, het is niet dat het niet naar buiten moet, hè. We mogen nog naar de winkel, we mogen een keer gaan wandelen. Ça va nog, hè. Ik denk dat het voor mij het lastigste dat het niet, dat een hasnoep werk hebt, dat het niet kunt doen. Ja, en dan ook met muziek spelen met andere mensen, dat dat ook niet kunt doen. En voor de rest, daar heb ik niet zoveel last van, hè. Bij mensen die gaan op café zitten, die missen misschien een cafébezoek of het een of het ander, of scholen of zoiets, maar... Ja, of op restaurant gaan, of het kindje die niet de hele dag thuis zit, of... Ja. Maar ja, maar heb je nu gelijk toch ook verschrikkelijk soms zelf meer werk dan dat je anders zou hebben? Ah ja, ja. Ja, ze weten niet dat ze er mee omgaan. Dus hier, opdracht 1, opdracht 2, opdracht 3. Ah, oei, zijn we in de paasvakantie? Maakt niet uit, opdracht 5. Het ideaal moment voor gezinsdrama's ook, hè. Dan is het allemaal op elkaar zijn ding. En als het fout loopt, is het niet het moment, hè. Ja, ik ben terug begin... Het gaat veel scheidingen komen, nee. Ja, ik denk dat ook wel, zeker. Ik ben terug begin in manieren ook. Ja. Oei, dat is begin van tijden, hè. Online manieren of wat? Nee, niet online, bij mijn familie. Ah, ja, oké. Okay. Ja. Okay. Ja, puzzels, gezelschapsspel. Ja, het is dat. Puzzels, ben je aan het puzzelen, ja? Mijn broer vooral, die maakt al een paar maanden is hij daar al mee bezig. Met echt zo van die puzzels van 1500 stuks en zo te doen. Oh, nee. En echt zo van die puzzels waarbij dat je zo twee verschillende kleuren hebt en al de rest is zo tussen die twee kleuren. Dus dat je zelfs niet kan zeggen van, oké, daar is de berg, daar is een bloem of zo. Nee, alles is zo één kasteel en dat kasteel is met al dezelfde kleuren. Zo'n puzzel, oké. Maar dat is Is het een blower, uw broer, misschien? Is het een? Is het een blower, uw broer? Denk dat als iemand die... Wat betekent dat?
Iemand die marihuana rookt, nee? Ah, nee, totaal niet. Nee. Dat klinkt er dan zo van. Zoveel breide puzzels en kleuren. Als een dag. Nee, verre van. Ik ben er mee bezig. En dan je hebt nooit geen alcohol gedronken van zijn leven? Nee. Het is... Alles is in orde. Overal, alles is in orde. En toch van die puzzels maken. Okay. Ja. Waar ik ze ook totaal geen geduld voor heb, gewoon weer al blauw. Ja. Ja, same. Maar ja, kijk, het is een ding, en mijn mama helpt daar dan bij, dus dat is zo hun ding, weet je wel. Nee. Ja, en ik was mijn motto-buit, terwijl dat bepaald zijn auto was, weet je wel. Dus... Wacht, dat was toch? Uw motto-buit was, dat weet ik eigenlijk niet, hè? Maar ja, we hebben toch een oprit. Ah, je hebt een oprit, ja. En hoe groot is uw oprit? Het kan 3 auto's op. 3 auto's, amai. Ja, het is zo parkingachtig, weet je wel? Zottekes. Dus het is makkelijk. Ah, oké. Dat mag het. Maar ja, het is zo'n huis van 1960, zoiets. Mm-hmm. Met een grote tuin, gewoon veel plaats. Omdat vroeger in die week had je nog plaats voor echt wel te bouwen. Ja. En nu is alles zodanig volgebouwd dat als je een nieuw huis bouwt, dat je bijna geen plaats hebt, dat je een mini-tuintje hebt, dat je amper een terras hebt, en weet je wel. Dus van die oude huizen ben er wel... Al het soort van die tweede verblijvers, hè, die alles opgekocht hebben. en nu de revolutie komt, hè. Nu, de revolutie? Ja, ik denk dat ze die kustgemeenten en al die huizen weer annexeren, denk ik. Hè. Maar ik vind dat echt eigenlijk erg, want de mensen hier beseffen niet dat ze leven door toerisme. Ja. Al die winkels hier, al die restauranten, horeca, dat is allemaal toerisme. Allemaal mensen die naar de kust komen, in de paasvakantie, tijdens de brugdagen in mei, tijdens de zomervakantie, de weekends en zo. Mensen komen enorm veel naar de kust en naar Plopsaland en gaan dan iets gaan drinken of gaan shoppen of zo. En daarvan leven de mensen die hier zijn. En we hier geen toerisme hebben, hebben we hier niks meer. Maar... De garnaalvisserij? Nee. Ja, in Oost-Duinkerke, maar... Ja. Daarmee kan je niet alles ophalen. Nee, zeker. Ja. Zonder Plopsaland wordt het moeilijk, hè? Nee, dat is waar. Maar vroeger had je bijvoorbeeld Plopsaland die een partnership had met Ibis Hotels of met andere hotellen. Mm. Dus mensen kwamen dan van ver. Ze gingen naar Plopsaland en ze logeerden in een hotel. En nu is Plopsaland zijn eigen hotel aan het bouwen, dus... Alleen Plopsaland is nu zodanig groot aan het worden dat bijna, ja, ik weet niet, bijna een mini-stad is of zo. Mini-dorp. Ja, dat is waar. En ik woon ernaast. Dus, woon je naast Plopsaland? Ja, allee, op 1 kilometer vogelvlucht. Dus wanneer dat zo'n mooi zomer is, iedereen is in dat park, hebt zo'n mooi wind naar mij en ik zit daar gewoon in het zonnetje op mijn terras iets te drinken. En dan hoor je echt zo die mensen zo... op die achtbaan er al. En ik zit er... Oké. Okay. Ja. En heeft u ook al Plopsa Co. In de watervallen van Co. En dat wordt ook uitgebreid, hè? Ah, is dat? Ja, hij wil volledig Wallonië opkopen. Gert Verhulst. En Hasbro. En Plopsalonië wil zo gaan maken. Een soort van kansarmoedepark. En iedereen die er woont, hè, met veel werkloosheid in Wallonië, en al die mensen mogen dan in Plopsalonië blijven wonen en komen werken. En zo lost het meerdere problemen op. En dan trekken we buitenlanders aan om daar naartoe te komen. Ja. Citadel van Namen en zo van die dingen. Dat gaat gewoon zijn. Nee, dat is een visionair. Uh-huh. Plopsalonië. Welkom in Plopsalonië. En ze moeten wel bijna al de walen gaan als clowntjes moeten verkleed worden of zo. Of megamindies. Of piraat, ja. Of piraat, inderdaad. Awesome. Piraat is hier de Roestuinkerk, hè, want daar is de zee. Van de haalvisserij moet niet komen. Dat is al... Piraterij, ja. Ja, piraterij. Zijn jullie al naar Plopsaland geweest? Ik heb dat nog gewerkt. Man. Ja. Ik heb daar nog 3 dagen gewerkt. Ja, dat was een periode dat ik overal maar 3 dagen bleef werken. Maar, wat? De volgende 3 dagen, zeg. Ik heb een periode gehad dat ik
Ja, dat ik 7 jobs deed en dat ik telkens met 3 dagen werkte. Maar zou ik wel verhalen? Ja? Ja, dat is de andere kant van maar 3 dagen dat je kunt werken, dat je verhalen hebt. Ja, zoals in Topsland, wat ik denk stom vond, is dus dat je niet mocht spreken met je collega's. Ja. Maar dat is ook wel normaal, hé. Het is professioneel vlak, ja. Dus, wow. Ja. Dat je niet mocht praten met je collega's, dat is toch niet zo normaal, lijkt mij. Hey, ben ik een keer naar de zwemkom geweest, dat vond ik wel tof. Maar de park was nog niet open, anders waren we naar het park geweest ook. Maar dat komt nog. Maar ik ben wel fan van de Plopsalanders. Ja. Toen met trouwens denken aan de Charles Bukowski. Heeft ook zo verschrikkelijk een alcoholist en een vechtjas. Mm-hmm. En heeft ook zo'n boek Work, dacht ik, waarin dat hij ook... Hij wordt altijd overal zat en hij krijgt dan een nieuw werk en dan wordt hij daar buiten gesmeten na 2 dagen en zo een verslag van overal dat hij werkt, dan vrij grappig. Nee, ik heb vooral Bukowski via de voorstelling Buko, die een paar jaar geleden was, een voorstelling met Dominique van Maldig. En toen was het ook wel, maar het was zo van, heb zo één productiehuis dat zo bekend staat om de... Hij is zo één theatergezelschap dat bekend staat om de grote hoeveelheden drank dat ze consumeren op het podium. Oh. En was natuurlijk wel maar heel veel drank, die voorstelling. Ja, maar natuurlijk, Bukol, dat is iemand die heel veel dronk, dus dat is wel goed. En vechten ook, hè. Mm-hmm. Vechten en drinken. En achter de vrouwen zitten. Ja. Dat is waar. Amai, ik heb echt geen cultuur. Maar ja, ik zou Bukowski ook niet kennen als ik die voorstelling Buko niet had gezien. Als ik eerder ben. Dus het is toeval. Ah. Maar je hebt nog steeds meer cultuur dan mij. Ik heb ook meer een Franse cultuur, dus ja. Ik heb meer zo'n ding van Frankrijk en zo. Ja, ik ben Franstalig opgevoed, hè. Ah. Wel, in Bukowski zijn laatste boek, Pulp, schrijft hij een verhaal waar dan Lady Death op zoek gaat... naar Louis-Ferdinand Céline, de Franse schrijver. En ze schakelde hem in als privédetectief. Het is misschien een goed verbindingstuk. Pulp. Ja, ik heb ook het gevoel dat Rafael aan het denken is van wie is die Franse schrijver. Rafael heeft een factus gevonden die je wel kunt zien op... dat is ook iets niet geweten. Wat denk ik? Ja, juist. Jan. Ja? Heb je nog iets meegemaakt deze week? Nee, niet zo eigenlijk. Het is vooral... Nee, maar dat vooral... Het is vooral... Ja... Ja, een 3-jarige kleuterbezigheid, dat is echt wel een opgave. En zo, wat dat allemaal moet doen, dat is wat dat mij vooral bezighoudt. En dan ook zo de gigantische fantasiewereld van overal wat er naartoe gaat. En tekeningen en dit en dat. En verhaaltjes en alles dat door elkaar loopt. In een soort van vreemde, mythologische, orgiastische kinderwereld. En dat is wel zeer fascinerend. Als er mee iets... denk ook nu met zo'n lockdown en toestanden, moet je gewoon je focus een beetje verleggen op andere dingen. En het kan altijd wel interessant zijn, hè. Maar ja, het is wel een interessante periode. Ja. Dus het is vooral... ook wel eens goed zich te vervelen, hè. Wat dan? Dat ook wel eens goed is om zich te vervelen. Dan denk je hierna, dan krijg je inspiratie... Ja, creativiteit komt ook vaak uit verveling, denk ik. Ja. Oeh. Oh, ik verveel mij zo niet, man. Met een Nederlandse gezang. Ja. Oké. Okay. Oh, Louis, ik heb een idee voor je volgende gesprek. Ja, zeg maar. Ik zou zeggen, je hebt zo online lijsten waarbij je zo tussen 2 dingen moet kiezen. Bijvoorbeeld bad of douchen. Dilemma's.
En dat je gewoon aan mensen vraagt van twee papiertjes stemmen. Zo eentje met één en eentje met twee. En dan sta je daarvoor en dan moet iedereen zo voten. Dat is... Het is een wild idee dat ik doorgeef. Nee, maar ik heb dat al gedaan, dilemma's. Hij is echt? Ja, dilemma's. Ja. Omdat ik had toen een site gevonden, dilemmaopdinsdag.be. En dat is echt een site, dat staat vol met dilemma's. Ja. Ga ik opzoeken. Echt van die absurde dilemma's. Van die dilemma's die pijst op, man, gaat die keuze nooit moeten maken. Rijk, stel dat je enkel het woord ja nog mag zeggen. Of dat alles wat je ooit hebt gekregen, uiteindelijk gewoon een lening blijkt te zijn en je moet teruggeven. Oei. Als je ergens binnenkomt, begint iedereen te huilen. Of je loopt altijd weg zonder te betalen. Ja, oké. Dat zijn nog zo van die moeilijke. Ja, want die dilemma's zijn best om. Ik betaal, ik kan dus ook niet. Dat is al in grote mate zo, hè, maar. Makkelijk te kiezen. Ik weet niet, maar gaat het over beide dingen? Of... Wat? Als het over beide dingen. Beide dingen kom ik vaak tegen, maar. Ja. Ik kan aan mij liggen. Oh my god. Ja. Ik vind dat ook zo. Die dilemma's, want bijvoorbeeld, mijn opa is 91. En met dat hij in Brussel woont, stuur ik daar echt brieven naar regelmatig. En wij hebben zo'n brievenwissel. Dus het kijkt tof. En ik zet er altijd zo wat bijlagen tussen. En vorige keer was dat zo'n bijlage van je moet dan kiezen tussen twee dingen. En zo'n hele lijst. En een hele lijst met mijn antwoorden omcirkeld. En dan nog een blanco lijst dat hij dan toen moet terugsturen naar mij wanneer dat hij het heeft ingevuld en met zijn brief. En ja, het is een keer dat, het is een keer een theezakje erbij. Het is een keer iets dat hij kan inkleuren, een beetje van alles. Allee, dat is mooi. Mm-hmm. Hij vindt dat kei leuk, want ja, anders heeft hij niet zoveel te doen. Maar je is wel nog kei actief, hè. 91 ja. En je wandelt nog perfect. Ik ben echt nog 3 kilometer met hem gaan wandelen door Brussel, omdat hij mij wou gidsen door Brussel. Uh-huh. Ja, je gaat ervoor, hè. Ja. Is het iemand dat zo over alles wat hij heeft te vertellen, zoals hij aan het testen is? Ja. Ja. Hey, zijn kopje waard nog goed, hè. Die weet heel de historie van elk beeld dat in Brussel is en... Ja, ik kijk echt wel op naar hem. Veel intelligenter dan mij. Nee, dan ook iets dat ik nog wou aanhalen, is dat er ook zoiets nieuws bestaat. Heb ik gisteren ontdekt 8D-muziek. Wat is dat? Ik weet niet, al twee niet van hem gehoord. Maar 8D-muziek is nu ook iets dat, ik denk dat ik weet niet waar je het is ontstaan, maar ik denk dat het vooral nu populair is door de lockdown. Omdat ik bekende muziek, alleen dat wordt vooral bekende muziek gedaan. En dat eigenlijk zo. Dat moet wel beluisteren met of mijn oogtje. Omdat er komt zo gelijk een beetje van overal, zodat het zo wat surround-achtig is. En zo krijg je het gevoel dat je eigenlijk in een discotheek zou zijn. Ja. Dat effect proberen ze te creëren met 8D-muziek, omdat nu niet meer. Naar een café of een discotheek kan gaan, is proberen ze met 8D-muziek het effect na te bootsen van de muziek op de manier dat je het zou horen op een 5 en zo. Oh, ik ga dat keer uittesten straks. En waarom 8D? Omdat 4D en 5D al bezet was, zeg. Oké. Ga dat opschrijven. Ja. Ik denk dat dat gewoon zo'n rangtaal nummer is. Dat ervoor bestaat al, we gaan het 8D noemen, omdat dat nog niet bestaat. Maar, ja. Ik heb gisteren zo een raar geluid gehoord. Het was een filmpje, gewoon een kort filmpje van een paar seconden. Die heel een tijd opnieuw en opnieuw zich afspeelde. Maar als je luisterde naar de toon, dat was zo tonen die naar boven hingen. Je hebt het gevoel dat dat constant naar boven gaat, dat dat niet eindigt. Maar eigenlijk is dat constant dezelfde tonen. Dat je herbeluistert. Like, wat daar boven komt, is dan gemixt met de toon van onder en dat van boven weg. En denk je dat je daar zit, terwijl je weer daar zit. Ja, en het heeft mij echt... Ik heb echt 5 keer moeten luisteren naar dat filmpje, tegen dat ik door had, waar dat in het punt was van, ah ja, nu herbegint dat. Ja, maar je moet dat natuurlijk echt weten. Ja.
meestal mensen die muziek spelen, gaan dat veel rapper ontdekken dan, ja, dan mensen die geen muziek spelen. Is dat waar, Jan? Jullie zijn zeker geen familie van druggebruikers. Dat zou ik je moeten doen. Ga doorleggen naar mama, hè. Ik ga een keer wat andere dingen moeten gaan doen, denk ik. Ah. Alright. Oké. Okay. Ça va, dan gaan we afronden. Het was mij aangenaam, maar ik heb nog andere verplichtingen. Ja, ça va. Ja, te zijn dat je opgebeld hebt ook zeker. Ja. Pardon? Ja. Te zijn dat je opgebeld hebt, ja. Ça va. Ja, nee, maar het is ook belangrijk dat je moet doen wat je moet doen, hè. Jan, ja. Dus, dat is hier zo in de andere ruimte, de mama maar van dat kindje, ik kan het niet meer aan. Je moet naar mij niet kijken, hè. Je moet naar mij niet kijken, hè. We mogen er nog wel onderling blijven voortdoen, hè. Ja, dat kan. True, tot half. Ja, indeed. Alright. Voilà, dus bedankt Jan voor het gesprek. Graag gedaan. Of wat moet ik hier doen? Voor kennismaking. Op dat rode telefoontje om af te leggen. Ja. Okay. Tot ziens, man. Hi Louis, ik heb dat filmpje teruggevonden waarbij ik die toonhoogtes heb. Dus ik ga dat proberen met jou uit te testen. Hoor ik heel de tijd hetzelfde. Hoor je dat dat naar boven gaat? Een beetje, ja. Wel. En hier is dat herbegonnen. Ja? Maar wacht even, ja. Dat is best. Is dat opnieuw herbegonnen? Wat lief? Ja, die was opnieuw. Ja, die was juist hebben. Ah, wel, ik had het juist. Het is echt een enorme mindfuck toen je dat gisteren Hoe hebben ze dat gedaan? Maar ja, blijkbaar is dat zo die bovenste toon, als ze mengen met die onderste toon, en die bovenste weghalen. En... Nee, maar had ook zoiets... Dat is ook zoiets raars. Je hebt dan... Wacht even, wat was dat nu weer? Dat ook een tijdje geleden had, dat is gelijk twee namen had. En dat ene mensen de ene naam mogen en andere mensen de andere naam. Weet je wat ik bedoel? Ik heb het niet gezien, maar ik begreep al wat hij bedoelt. Wacht, dat is zo'n beetje met die jurk ook, dat mensen dat wit en goud zagen of zwart en blauw. Ja, maar dan met... geluid. Geluid, ja. Was dat niet zoiets van Nina of zoiets? Nina of Lisa of zo? Logo. Een laggy, denk ik. Ja, Jenny of Logo. Dit. Is dat... Hey, Cool Blue hebben we de beste kaart. Dat is klaar van Cool Blue. Vandaag besteld. Morgen foto's maken. Ja. Boek. Wacht even. Laurie. A recent Twitter poll found that 47% of people saying Laurel, but with higher frequencies, overlaid, creating ambiguity. Love learning about science in a new medium. Again, it's called side. Do you hear Yanny? 7% of people hear Yanny. Secondly, no, can't be fair. Yeah. Ik niet. Ja, bro, ik ben zelf niet. Maar ik denk dat ze erop doen. Dus. Dat ik wel zeggen. Ja, ik vind dat wel tof van die testen. Mm-hmm. Ik vraag me af, dat van dat jurk, of dat alleen maar op een scherm is. Ja. Want als je dat afprint, die printer gaat toch wel de juiste kleuren afprinten? Normaal wel, hè. Dat is hoe dat printer werkt, denk ik, ja. Maar een printer gaat ook sowieso niet alle kleuren zoals dat op het scherm staat helemaal wagens trouw afprinten, maar ze ook gewoon met maar vier kleuren werken, hè. Dus soms moet dat klein beetje afwijken, ook.
En mijn mama ziet daar bijvoorbeeld iets anders in dan ik. Oh. Ik zie blauw en zwart. Ik ook. En mijn mama ziet goud en wit. Ah nee, ik zie blauw en zwart. Ja, ik ook. Ja. Dus, goud ja. En wit. Dat is wel heel veel van blauw en zwart, ja, en die. Wacht, wat was dat met die? Ik zie hout van boven. Ja, inderdaad. Dat zie ik wel gewoon blauw en zwart. Maar ik begreep wel dat ze goud en wit ziet. Je kunt dat inderdaad op twee manieren bekijken. Maar zij is er echt volledig van overtuigd dat dat goud en wit is. Nee, de achtergrond is goud en wit. De achtergrond? Ah ja, hier zo. Ja, dat wel. Maar dus ja, ik vraag me dan af, like, je kunt die test doen met iemand als je dat op een scherm toont. Maar ik vraag me af, ja, als je dat nu afprint, of dat je nog altijd zo dat twijfelgeval gaat zien. Ja. Ik vraag me af dat dat niet gewoon is, doordat je die print ziet met licht van je... Van je gsm. Ik ga dat een keer uit. Ja, maar dan zou iedereen dat toch zo moeten zien? Als het afgeprint is, ja. Ik denk dat iedereen dan hetzelfde zou zien als het afgeprint is. Maar niet als het op het scherm is. Ja, gaat dan een keer moeten af. Ja, ik ga het een keer uitproberen. Weet je wat ik ook mij heel de tijd afvraag? Nee. Stel je voor dat... dus iedereen... denkt wel van, kijk, dit is rood. Maar wie weet ziet iedereen andere kleuren. Wie weet zie ik rood als oranje. Mm-hmm. Maar ik ben aangeleerd van deze stift te zeggen van, dat is rood. Versta je? Ja. Stel je voor dat jij eigenlijk groen ziet, maar je bent aangeleerd van, ah ja, dat wat ik nu zie, dat is rood. Dus stel je voor dat iedereen andere kleuren ziet en dat we eigenlijk low-key allemaal dezelfde lievelingskleur hebben. Ja. Maar dat jij gaat zeggen van, ja, rood is mijn lievelingskleur. En dat ik zeg van, ja, oranje is mijn lievelingskleur. Maar eigenlijk zien we hetzelfde. Vertel je? Ja, ja. Beetje moeilijk, hè? Mm-hmm. Maar gewoon omdat je aangeleerd bent van, kijk, dit is rood. Dat is de rode benaming voor... die kleur, maar eigenlijk zie jij dit en ik zie dit. Ik weet niet of dat eerlijk is. Half. Nou, dus dat zijn dingen dat ik bij nadenk tijdens lockdown als ik me verveel. Ik was dus nu ook pas, maar ja, dat is ook veel te laat dat ik pas aan denk. Ik weet bij het einde pas dat er nogal race vanuit bij u komt. Op de achtergrond. Zet er een raam open of zo? Nee, totaal niks. Echt niks. Dus het kan misschien zijn omdat mijn laptop blaast. Dat kan wel. Dat daarvan zijn, maar ja, ça va. Maar ik ben zo speciaal in de zolder gaan, in de andere ruimte gaan, omdat de rest wel lawaai maakt. Ah ja. Het is nu paasvakantie, maar ik voel niet dat het paasvakantie... Ja. Maar ja, het is omdat je de hele tijd thuis zit, hè. Anders zit je de paasvakantie thuis, maar nu zit je al de hele tijd thuis. Dus ja... En ik heb ook, zoals je zegt, nog altijd opdrachten. Maar dat, lijkt alsof dat gewoon, doorgaat. Ja, inderdaad. Je zegt ook met je school en zo. Je hebt altijd wel iets te doen. Wij vervelen ons niet altijd, hè. Nu, ik had vorige donderdag ook met een chocolatier gesproken. En die zei ook dat hij zo... omdat normaal gezien is dat met Pasen, die hebben ook superveel... de meeste inkomsten heeft, hè. Omdat bij Pasen wordt vooral chocolade verkocht en zo. En als je nu vooral ziet dat de mensen niet meer echt naar de chocoladewinkel gaan, maar echt gewoon naar de supermarkt. Omdat nu denken ze van, we gaan niet zoveel naar buiten gaan, dus we al onze inkomsten in één keer doen. Maar dat zij ook gewoon minder inkomsten hebben. Dus ik weet dat Pasen ook maar half gaat doorgaan, omdat mensen denken gewoon van, wat. Ja. Maar iets dat ik echt wel probeer te doen, is kleine businessen en zelfstandige mensen te steunen. Dus ik haal mijn brood letterlijk bij de bakker, ik haal mijn taartjes bij de bakker en niet gewoon in de supermarkt. Ik ga wel naar de supermarkt voor de ding te vinden, dat kan ik niet vinden. Mm-hmm. Maar anders, ik ga zelfs mijn groenten gaan halen in bepaalde pressshops die ook groenten verkopen onder andere.
om echt die kleine mensen te steunen, want zij zien verschrikkelijk af van deze situatie ook. Ja. En als zij niet kunnen sluiten, of niet mogen sluiten, gaan zij ook niks krijgen van de overheid. Dus ja, ik denk dat we allemaal zo onze steentje moeten bijdragen. Mm-hmm. Wacht die lokale mensen te steunen, of gaan naar boeren of zo. Ja, Die eventueel pataten of aardbeien, of ik weet niet, verkopen direct aan de klant zelf. Mm-hmm. Ja, voilà, ik denk dat dat een goede eindboodschap is. Koop lokaal en zo. Bedankt, Rafael, voor het gesprek. Oké, tot kijk, toch? En salut. Tot de volgende.